Ik ben Angelo Vermeulen, ik ben beeldend kunstenaar, bioloog en ruimtevaartonderzoeker. En ik vermeng heel veel werelden, daar komt het eigenlijk op neer. Er zijn heel veel zaken die ik doe, maar het is toch vooral mijn betrachting om dingen met elkaar in verbinding te brengen. Werelden met elkaar in verbinding te brengen. Dat gaat natuurlijk over kunst en wetenschap, die breng ik met elkaar in verbinding. Maar ik breng ook verschillende culturen met elkaar in verbinding. En verschillende leeftijden zelfs. Maar ik heb dan wel na verloop van tijd mijn projecten beginnen open te trekken op een sociaal niveau. En ik ben eigenlijk met mensen, met groepen mensen beginnen werken. En ben ik het concept van de co-creatie beginnen verkennen. Is het mogelijk om met een groep mensen een kunstwerk gestalte te geven zonder dat er op voorhand een blauwdruk is? En dat de gestalte echt vorm krijgt door de groep en door de dialoog met de groep. Dat is natuurlijk niet evident. Maar dat is wel een grote inzet geworden, belangrijke insteek geworden in mijn kunst. Op die manier zit je met een dynamiek die ik probeer in te brengen in de kunst, die zich eigenlijk situeert op drie niveaus. Het biologische, het technologische en het sociale. En daarmee probeer ik op mijn manier kunst te maken die eigenlijk in voortdurende beweging is. En dat is voor mij persoonlijk van zeer groot belang. Het idee van Seekers is eigenlijk een vrij recent idee, is een idee van vorig jaar. Het is ontstaan naar aanleiding van de Witteveen en Bos prijs voor kunst en techniek, die ik gekregen heb in 2012. En dat had me gevraagd om een tentoonstelling te organiseren met een aantal werken. Geen echte retrospectieve, maar toch een overzicht van een aantal werken die een inzicht geven in de toeschouwer, aan de toeschouwer waarom ik die prijs gekregen heb. Witteveen en Bos is een ingenieursfirma. Ik ben dan naar Deventer gegaan voor een eerste meeting. En toen ik daar zat, bedacht ik mij, een van de redenen dat ik die prijs heb gekregen is omwille van die co-creatie. Het verkennen van de mogelijkheden van co-creatie. Dan lijkt het me eigenlijk veel interessanter dat ik naar aanleiding van die prijs een werk maak met degene die me de prijs geven. Dat heb ik ook zo op tafel gegooid. En dan ben ik eigenlijk met de ingenieurs van Witteveen en Bos en uiteindelijk met de oproep uitgebreid tot de ganse stad Deventer, ben ik met lokale kunstenaars en ingenieurs aan een kunstwerk beginnen werken. En vrij snel kwam ik met het idee op de proppen om een ruimteschip te ontwerpen. Dat is uiteraard een gevolg van mijn werk dat ik doe voor ESA en voor NASA. Maar ik vond het zeer interessant om het idee van het ruimteschip te verkennen met zowel kunstenaars als ingenieurs, maar vanuit een niet-professionele invalshoek. Geen enkel van die mensen is betrokken bij professionele ruimtevaart. En dan is het voor mij bijzonder interessant om te zien welk soort antwoorden dat er dan kunnen geboden worden door zo'n groep. En dat is zeer goed gegaan. En dan is het ruimteschip ontmanteld op het einde van de tentoonstelling. Het is dan helemaal heropgebouwd hier in Hasselt. Maar enkel de buitenschil, enkel de architectuur is heropgebouwd. Het inwendige van het ruimteschip is helemaal verwijderd en is er een nieuwe gemeenschap van kunstenaars, plantenliefhebbers, wetenschappers, is hier helemaal opnieuw geconcipeerd. Het basisconcept van Seeker is nu wel het idee van het voortdurend evoluerende, adapterende ruimteschip. Een concept dat ik op verschillende manieren momenteel aan het verkennen ben. En dus wel het idee dat een ruimteschip zich voortdurend kan aanpassen naar gelang de noden. En in dit geval zijn dat eerder creatieve en sociale noden. Maar een ruimteschip kan zich ook moeten aanpassen naar gelang omwille van de ruimte bijvoorbeeld. Dus het is zeker niet mijn bedoeling om deze architectuur voortdurend overal mee te nemen. Dat kan zijn ook dat die architectuur op een bepaald moment achterwege wordt gelaten en dat er een heel nieuwe structuur wordt bedacht.